maar hier. Filmen, filmen. We zitten er af. Zigeuners weg, anders dood. Kijk, weg, dood. Nou, dat is toch niet normaal? Het gaat over jullie. Ja. Wat is er gebeurd? Gisteren waren we daar aan het verhuizen. En opeens zie ik op de deur staan van dood, weg, weet ik wat er allemaal stond. Hoe voelt dat nou om geïntimideerd te worden, bedreigd te worden? Gewoon niet, ik kan het niet zeggen met woorden. Hoe voelt dat nou om een beetje een koekje van eigen deeg te krijgen? Hoe bedoelt u? Nou ja, de familie Nikolic wordt vaak ook in één adem genoemd met intimidatie en bedreiging. En nou overkomt het u zelf. Ja. Dat is toch ook wat? Ja, maar dat is ook gelogen over school, intimidatie, wat dat niet zo is. Hebben ze ook een verhaal over gezegd? Onze cameraploeg is een tijdje terug ook bedreigd door jullie aan dit adres. Afgekijken, want ik steek jullie zo allebei toe. Dat was niet zo, want jullie kwamen gewoon binnen rennend en op ons af. Terwijl we niet wisten wat er aan de hand was. We moeten dood stappen, want ik zou jullie allemaal hebben kanker oprotten. Jullie dachten dat wij een villa hadden gekregen, maar dit is geen villa, dit is een kraakpan. Dat was een beetje een misverstand. Ja. Weg, weg, opgekankerd hier, allebei nu. Als de gemeente u nu dwingt om dit pand alsnog te verlaten en daarheen te gaan. Pak ik een caravan, sta ik hier, ben ik hier voor de deur. Al krijg ik weet niet wat aangeboden, ik ga niet meer terug naar Maatsbergen. Misschien wonen er een paar tokkies in de buurt, dat zou kunnen. Maar ja, dan voelt u zich misschien ook wel weer thuis. Nee, ik ga daar nooit meer heen, van mijn hele leven lang. Ik ga niet eens mijn spullen ophalen, ik laat mijn spullen worden opgehaald, zo iemand.